als je zegt Natura 2000, dan zeg je de natuur staat hier op een zeer hoog plan. En dat is dus niet zo. Natuur die wordt naar de verdommenis geholpen. Zou u eten uit de Westen Scheld? Nee, absoluut niet. Zou u erin zwemmen? Nee, ik zou er ook niet in zwemmen. The Western Scheldt in the Dutch province of Zeeland. This EU-protected territory is heavily contaminated with toxic PFAS. Je ziet één enorm groot staafje. Dat is het gehalte van PFAS in vis gevangen in de Westen Scheldt. Die kan voor kanker zorgen en die kan voor de verstoring van je immuunsysteem zorgen. PFAS chemicals never break down and will therefore remain in the environment forever. The toxins are used by the chemical industry in the production of waterproof and heat-resistant products. Hetgeen met 3M maglozen zit in mijn moederhaarbloed. Zo hoog? Ja. In Belgium, there was great commotion when it was revealed that the chemical company 3M in Antwerp had been discharging enormous amounts of PFAS for years. And this has now also heavily polluted the Dutch Western Scheldt. But despite a discharge ban for 3M, the PFAS concentrations in the Western Scheldt are not decreasing. Wat mij betreft zegt dat dat 3M niet de enige speler is en misschien niet de grootste speler zou je kunnen zeggen. In our investigation, we follow the PFAS trail and discover another important source, a large waste processor located just across the border. Waar we nu naar kijken, dat is het putteke van Europa, hè? Behind the scenes, this is causing a great deal of tension between Flanders and the Netherlands. Het verhaal toont aan dat het PFAS-schandaal nog veel groter is. En dat is op dit moment niet in de bekendheid. Zembla investigates the PFAS scandal. Grote zorgen in Zeeland over ernstig vervuild water in de Westerschelde. Eet liever geen vis uit de Westerschelde. Het RIVM komt met dat advies omdat er te veel van de giftige stof PFAS in het water zit. Vijf gemeenteraden rond de Westerschelde willen dat er een bevolkingsonderzoek komt naar PFAS. Het handige chemische stofje, waterafstotend, slijtvast, maar tegelijkertijd schadelijk voor de gezondheid. Dit is het havengebied. Het havengebied van Antwerpen. Ja. Met een beetje fantasie loopt hier de Schelde. Ja, precies. Richting Vlissingen-Breskes. Ja. Want waar zijn we nu? Even kijken. Dit is het land van Zaventem. Hier heb je paal. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel bij ons terecht. Ze gooien het in de Schelde. Het komt onze kant op. En wij eten ervan. Zij weten dus dat wij het eten. Zij weten dat ze ons leven op een of andere manier beïnvloeden. Ze weten ook dat ze het mooie gebied naar de kloten maken. Hobby fisherman Pete Sheerders has been foraging in and around the Western Scheldt all his life. Ik heb hier 50 jaar rondgelopen, een bootje gevaren, vis gevangen, vis gegeten, lamzoor gesneden, zeker al gesneden, uitgedeeld, ook dat, ja, garnalen gevist. Ik denk toch wel dat er periodes waren dat ik 3 keer per week vis at uit de Western Scheldt. Ja. Dat is een beetje modderig. Beetje? Dit zit vol met PFAS dus? Dit zit vol met PFAS. Je ziet het niet, maar het is er wel, hè? Niet te lang op dezelfde plek blijven staan, hè? Dan zakken we weg. En hier heb je een mooie zeekraal staan. Als je zeekraal voelt, hier, je pakt hem en je knakt zijn topje en het is mals, dan is die erg goed. Ja, dit doe je eraf, hè? Dus als je nou, wel, je hebt geen mes nodig, dat is mals genoeg. Dus hier is dit. Prachtig. Kun je hem ook iets langer pakken. Kun je ze opeten, eet maar op. Nu opeten, ja. En pak een tak. Dat is gewoon lekker. Lekker zilt. Zeker? Spul. Want als je weet, dan doe ik altijd maar even wokken, hè. Dit is met PFAS? Ja, absoluut. For Sheerders, there was life before and after PFAS. He has stopped fishing. He no longer eats any fresh sea lavender or samphire, since it has come to light that extensive PFAS pollution from Belgium is affecting the environment here. Je zit zo op de grens van Nederland en België. Hier loopt de grens? Hier loopt de grens. Maar hier wordt het PFAS-probleem opeens een Nederlands probleem? Ja, het stroomt hier nou dus in bepaalde concentraties. En die concentraties zullen daar wel wat minder worden als je stroom afwaarts gaat. Maar het is, onzichtbaar, maar het is een beetje een sluipmoordenaar natuurlijk. The unrest in Zeeland started last summer during work on the ring in Antwerp.
no less than 14 million cubic meters of soil had to be excavated for a multi-billion dollar project to reduce traffic around the port. It was then discovered that the soil was heavily polluted with massive amounts of PFAS caused by chemical plant 3M. Environmental groups are concerned what all of this means for people living near the factory. That is why they contacted Dutch environmental chemist Jacob de Boer. Toen zijn we in het bloed gaan meten en daarin vonden wij meteen echt gigantisch hoge gehalte. Als een hele groep mensen in die buurt meer dan 100 keer boven de norm zit, ja, dan heb je wel een hele directe relatie met de fabriek die ernaast staat. Hè. Dat kan je eigenlijk niet meer ontkennen. Chemical Factory 3M appears to have discharged tens of thousands of kilos of PFOS in the Scheldt and via air emissions for years. PFOS is one of the many PFAS compounds. The Flemish government knew about this, but the licensing authorities and enforcers failed. Goedenavond. In en rond Zwijndrecht wordt aan de inwoners gevraagd om weinig of geen eieren en groenten uit de moestuin meer te eten. Maar liefst 90% van de onderzochte mensen heeft te veel PFOS in het bloed. De overheid is er niet in geslaagd om ons, burgers, te beschermen tegen de PFOS-vervuiling. Dat is in een notendop de conclusie van de onderzoekscommissie in het Vlaams parlement naar het PFOS-schandaal in Zwijndrecht. Ik geef met veel plezier het woord aan professor De Boer. Dank je wel om bij ons te zijn. Jacob De Boer is one of the experts heard by the Flemish Commission of Inquiry. Dames en heren, ik wil u dus graag wat vertellen over PFAS en ja, wat dat nou precies is. En dit is eigenlijk de meest moeilijke stof in de zin dat hij is helemaal niet af te breken. Dus alles wat je in het milieu brengt, daar gaat nooit meer wat af, er komt steeds maar bij. Dus het stapelt op. Dan stapelt op en dan, ja, dan, daar moeten we ontzettend voor oppassen. Want niet alleen wij krijgen er last van, maar ook de volgende generaties krijgen er last van. Hier in Zwijndrecht, just outside Antwerp, the measured PFAS levels in the blood are extremely high. One of the residents is biologist Wendy Dollander. She already knew over 10 years ago that something was very wrong here. Ja, dat is mijn doctoraat en dan de samenvattende rapporten van alle studies die hier gebeurd zijn. During her PhD at the University of Antwerp, she discovered that eggs from chickens located close to 3M contain the highest concentrations of PFAS ever found in eggs in the world. Dat is een overzicht van alle locaties in Vlaanderen. En hier zien we Zwijndrecht, drie keer tussen staan. Alle drie vrij dicht. En dit zijn onze concentraties. Ja. We hadden mengstalen van gemiddeld 3000, 4000 nanogram per gram. Wet weight dus. En dat is toegestaan? Nu? Nu? Volgens mij is de actielimiet van het FAVV, dus van de voedselinspectie, een halve nanogram per gram. Ongelooflijk. Ja. 2 years ago, the European standard for PFAS was greatly restricted by the Food Safety Authority, EFSA. Because research has revealed that health effects can occur even at very low doses. Dus zodra je wat van die stof, en dan gaat het echt om minder dan microgrammetjes, als je dat in je bloed krijgt, dan gaat je immuunsysteem minder goed werken. Dat wil zeggen, je kan eerder ziek worden en je wordt minder gevoelig voor vaccinaties. En dat heeft nu bepaald dat wij al op een heel laag niveau moeten zeggen, oh stop, dit kan de mens eigenlijk niet meer hebben. Dus naarmate je verder boven die norm van de EFSA zit, de groter de kans is dat je uiteindelijk een bepaald effect krijgt. Eerst op je immuunsysteem. Als het hoger wordt, kan dat ook zijn dat je iets met je schildklier krijgt. Als het nog hoger is, kan je er nierkanker van krijgen. Hè? Dat is eigenlijk de cascade van effecten. In elk rapport dat ik heb geschreven, zowel Vlaams, federaal, Europees, van zie, wij zitten daar met een probleem, er moet verder worden opgevolgd. En aan de Universiteit in Antwerpen wordt dat momenteel verder opgevolgd, maar die resultaten komen niet naar buiten, niemand doet er iets mee. We discover that over the years, many more studies have been ignored. 20 years ago, after long-term research with fish, scientists at the University of Antwerp established that PFAS are widespread in the Scheldt and Western Scheldt in high concentrations. Subsequently, the University of Wageningen found very high values of PFAS in the blood of seals in the Western Scheldt, significantly higher than in seals from other areas.
Geen enkele reactie. Niet van de provincie Zeeland, niet van de overheid in België. Heel merkwaardig. En ja, nou, blijkbaar nu pas, hè, dat het zo dichtbij komt, dat het echt 100 keer te veel in de mens zit. Nou, nu zijn mensen dan misschien meer wakker geworden. And in 2005, here in a nature reserve right behind 3M, extremely high levels of PFAS were found in the blood of mice. The lake adjacent to the 3M site appears to have been heavily contaminated with PFOS more than 15 years ago. In fish that swim here, amounts measured are amongst the highest concentrations ever found in wild fish worldwide. We call one of the researchers. En weet u ook of destijds in Nederland kennis is genomen van uw onderzoek? Zeker, zeker. Ja, onze Nederlandse collega's hebben dat zeker opgepikt. De Nederlandse organisaties, zoals het RIVM, die moeten dat ook geweten hebben. Hebben die daar iets mee gedaan? Denk het eigenlijk niet. Ja, en dit is een rapport van de Universiteit Utrecht van afgelopen jaar. And a few months before the 3M scandal, Utrecht University showed that fish in the Western Scheld contain far more PFAS than fish in the rest of the Netherlands. Het is absurd dat het bij ons zo extreem is hier ten opzichte van de rest van Nederland. Ja. Daar schrikt u toch nog van, ja. Ondanks dat u weet hoe ernstig. Ja. Hierachter ligt 3M. Ja, dus die populieren is eigenlijk het, vormen de grens van. Het terrein van 3M. Wendy Dollander literally lives under the smoke of 3M, along with her parents, her husband and their 3 children. They all have very high levels of PFAS in their blood. Van mijn ouders ben ik het meest aangedaan geweest omdat die concentraties hebben van boven 1000 nanogram per gram. Zo. Die waarden zijn vergelijkbaar met het lozingswater van 3M. Dus hetgeen wat 3M mag lozen, zit in mijn moeder haar bloed. Wij hebben ook allemaal iets aan onze schildklier. Dat is een duidelijke link naar een verstoorde werking van die schildklier. Dus heb ik mijn man, mijn moeder, mijn schoonzus en de kinderen nog niet. Ja. During the hearing in the Flemish Parliament, 3M denies that there is a relationship between health issues and exposure to PFAS. I know you have many questions around health effects, but what I can say is the weight of scientific evidence does not establish that PFAS causes adverse human health effects at current or historical levels. Nee, maar ja, dat is toch volledig ontkennen van literatuur. Daar hebben alle knappe koppen in de wereld op dit gebied naar gekeken en zijn het met elkaar eens. He, er is altijd natuurlijk wat discussie, is dat effect ook iets? He, maar dan komen we in de details, maar in grote lijnen geen enkel twijfel over. Er is echt helemaal geen enkele twijfel over. The values in the blood of Wendy's family are dozens of times above the norm. Compared to the rest of the family, her daughter's health issues stand out. The moment Wendy became pregnant, she already knew that she had high PFAS levels in her blood. Ik heb mijn moedermelk ook gemeten. Ook daar was het in terug te vinden. Ook te hoog, maar daar ontbrak wel een duidelijk kader. En iedereen binnen mijn wetenschappelijke connecties dan, zei van ja, doe gewoon. Ga toch maar voor het voordeel van borstvoeding. Ondanks die hoge concentraties. At the age of 4, her daughter experienced severe febrile convulsions. Unfortunately, she did not fully recover and is left with a mental and motor disability. En nu, recent, hebben ze mij eraan opgewezen dat omwille van die hoge concentraties in mezelf en uiteraard ook in haar, de kans groot is dat haar immuunsysteem is aangetast en die koortsstuip is daar gewoon een gevolg van. Dus indirect. Ja, sinds een jaar of zo wakkert dat bij mij gewoon de woede ten opzichte van 3M aan. En komt erbij dat zij niet de enige is met die problematiek hier in de straat. PFAS zit vooral veel in het bloed. Het zit ook in moedermelk, dus die overdracht is via beide. En de moeder kan zichzelf als het ware schoonspoelen door de stoffen over te geven aan de kinderen. En waarbij de eerste altijd het meeste krijgt. Die stoffen gaan maar niet weg. Dus ook het kind zal het weer overdragen aan aan haar kinderen in dit geval. What about in the Netherlands? Because we also have a chemical giant in Dordrecht, Chemours, the former DuPont. Teflon is produced here, for example, for non-stick frying pans.
In 2016, it turned out that PFAS had also been discharged into the environment here for years. Honderden mensen uit de omgeving van het bedrijf DuPont in Dordrecht laten hun bloed testen. Ze maken zich zorgen over hun gezondheid. Vorige maand lekte er een rapport uit waaruit bleek dat omwonenden van het bedrijf jarenlang zijn blootgesteld aan de giftige stof PFOA. Koeien mogen voorlopig niet meer drinken uit de sloten rondom het chemiebedrijf Gemoers bij Dordrecht. Ook mogen moestuinen niet besproeid worden met slootwater. Het RIVM heeft er verhoogde concentraties gif aangetroffen. In ieder geval is de overheid als het ware toen toch ook wel erg wakker geschud. Want er was tot mijn grote verbazing gewoon een vergunning van 12.000 kilo gif per jaar ongezuiverd de Merwede in. Hoe kan je dat nou toch afgeven als overheid? Hè? En dat heeft men in ieder geval nu toch teruggedraaid tot uiteindelijk dan een paar kilo. To find out to what degree local residents continue to be burdened and to what extent PFAS is passed on to the next generation, we are having the breast milk tested of 10 women in the vicinity of the Chemours factory. We do this together with French journalists who recently exposed a PFAS scandal involving a factory in Lyon. The analysis is carried out by the VU University Amsterdam under the supervision of Jacob de Boer. Er zijn een heleboel PFAS'en, dus wij moeten die PFAS scheiden. Maar we moeten eerst zorgen dat het vet en al de andere stoffen eruit gaan. Dan doen we het in een centrifuge. Dan gaat dus de melk gaat apart. En met de vloeistof die we erbij hebben gedaan, daar komen dan die PFAS naartoe. En die gaan we dan vervolgens meten. The breast milk comes from 10 women who are breastfeeding their first child and who live within a radius of 7 kilometers around Chemours. The research shows that their milk contains, on average, 10 times more PFAS than the standard permits. Ik vind het erg verontrustend. Kijk, het is 10 keer meer dan de EFSA zegt dat je naar binnen mag krijgen. Dan kun je zeggen, ja, het kan nog erger, zeker. Maar het moet gewoon, naar mijn idee moet dat nul zijn. Je wil geen moedermelk met gifstoffen erin. Dat is toch niet wat je wil? En we kunnen natuurlijk best gevoelig meten. Maar hier hoeven we niet gevoelig voor te meten. Dit zien we meteen. Want het is al 10 keer meer dan mag. Het toont aan dat als je dus in de buurt van zo'n fabriek woont waar ze die stoffen gebruiken of maken, die PFAS-stoffen, dat je dus besmet wordt. En dat je het niet alleen in je bloed, maar ook in je moedermelk krijgt. Dat zou niet moeten. U twijfelt er niet aan dat dit komt door Gemoers? Nee, ik heb geen enkele twijfel aan. Je ziet dat ook aan het patroon. Heel duidelijk veel meer PFOA dan de andere PFOS. En dat is heel typisch voor een Teflonfabriek. Dus daarmee is het bewijs wel geleverd. In a response, Gemoers says that in the past PFOA has been used and emitted by various industries in and outside the country. And that they stopped using this substance in the factory in Dordrecht 10 years ago. After the breast milk test, the mothers in question are informed about the results by Jacob de Boer. De veilige opname van volgens EFSA is dus 4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht per week. Als je het gemiddelde neemt en je kijkt zo'n beetje hoeveel melk een baby krijgt en hoe zwaar een baby is, dan komen wij hieruit dat de wekelijkse opname 42 is en mag 4,4 zijn. We zitten 10 keer boven. Is er echt niks wat je kunt doen om je kind te helpen om het sneller af te breken? Nee, je kunt het niet afbreken. Nee, het is heel erg persistent, dus het blijft altijd maar rondcirkelen. Als je in 3 kilometer... zeg maar rondom die fabriek woont, ja, dan is het goed mis als het zo'n fabriek is. Dat zie je gewoon en hoe dat dan komt, waarschijnlijk toch stof, lucht, uit de lucht, regent neer op je huidopname. Het zijn allerlei verschillende routes. Maar, de grote maar is altijd bij moedermelk. Wij zijn heel erg voor het geven van moedermelk. Omdat dat nou juist het immuunsysteem versterkt. Dus ik geef geen advies om te zeggen, oh, nou moet je geen moedermelk geven. Dus ik vind dat je dat wel moet doen. Maar je zou de tijd wel moeten beperken tot misschien een aantal maanden. Ik weet niet hoe ik dat binnen heb gekregen. Of dat via drinkwater is. Of dat het misschien al heel lang in mijn lichaam zit. En je hebt het nu overgedragen, blijkt. En ik heb het nu blijkbaar ook alweer overgedragen op hem. En hij krijgt het ook niet meer uit zijn lichaam. Nou, ik vind het gewoon wel bizar dat we dingen in de natuur lozen, in het milieu lozen, wat daar niet vanzelf uitgaat, waarvan we niet zeker weten of het veilig is. En dat later dan ook blijkt dat dat eigenlijk niet zo is. Dan denk ik wel een beetje van, wat maken we de wereld kapot eigenlijk? Of wat maken we het milieu stuk? Je bent eigenlijk je eigen huis aan het vervuilen.
Ja, dan moet je niet gek opkijken als je ziek wordt. Het laat nog meer zien dat wij veel kritischer moeten zijn op als wij een willekeurige fabriek een vergunning geven om iets te maken, iets te produceren, een bepaalde stof. Dat we A moeten weten of die stof wel veilig is. En B moeten zorgen dat die fabriek alle afval binnenboord houdt. En dat ook netjes afhandelt en verwerkt of weer terugbrengt tot wat het daarvoor was. Dus tot onschuldige stoffen. But is that what actually happens? For several years, Chemours PFAS waste has been collected in filters, so that it virtually no longer ends up in the environment here anymore. We see that PFAS waste is being transported from Chemours to Flanders, to a processor in the port of Antwerp, less than 5 kilometers from the Dutch border. That company claims to be able to destroy the PFAS waste by incinerating it. Data that we have requested from the Flemish government shows that no less than 1.8 million kilograms of waste containing PFAS from Chemours is sent here every year to waste processor Indever. Het zijn hele grote hoeveelheden. Ik kan zeggen, dit is mooi, hè? Want alles wat verbrand wordt komt niet in het water, maar dan moet het ook wel echt stuk worden gemaakt. During our extensive research, it has become apparent that the Dutch authorities are greatly concerned about what is being released back into the environment via Indever, both through air emissions and through discharges into the water, with major consequences for the Dutch Western Scheldt. We zijn aan het filmen en we zoeken eigenlijk een... Jullie willen iets bewegen of wat? Nou, we zoeken eigenlijk het lozingspunt van Indever. Nou, ik denk... Dat dat het lozingspunt is van Indever, want eigenlijk weet niemand niet van waar dat komt. We hebben op papier, dus, bevindt zich in de hoofdgracht van verlichte schijns, ja, net naast pompstation de Rode Weel. Ja, dat is pompstation de Rode Weel. Ja. Based on confidential letters, emails and memos from both the Dutch and Flemish governments, we reconstruct what happened behind the scenes with regard to Indever over the past year. When we get hold of this memo, we appear to be on the same track as a scientist from Utrecht University. In it, he warns the Ministry of Infrastructure and Water Management that Indever is an important source of PFAS pollution of the Western Scheldt. In fact, he holds Indever largely responsible for the presence of the substance PFBA. He is willing to tell his story. Hun doel is goed. Het verwerken van PFAS-houdend afval, maar de middelen die ze gebruiken en het uiteindelijke resultaat dat ze bereiken is gewoon onvoldoende. Er wordt nog vreselijk veel geloosd en dat, we willen dat gewoon niet. En dat moet ook niet. Indever zit hier en die zit niet direct aan de Schelde, maar aan het kanaaldok. Daar lozen ze ook op en dat water wat daarin komt kan in feite via deze sluizen kan de Westerschelde instromen. As an environmental chemist, Jonker has been analyzing water data for years. He has very recent data, and something catches his eye. 3M has now been forced to stop discharging, but Jonker does not see any changes in the levels of their PFAS in the Western Scheldt. Je ziet in een aantal metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij dat gehaltes in lozingswater van 3M naar nul zijn, of in ieder geval heel laag zijn ten opzichte van metingen daarvoor. Maar je ziet eigenlijk geen veranderingen in de concentraties in de Westerschelde. Jonker wants to know why that is and starts looking for other sources. At the end of last year, he therefore took samples in various waters in Belgium. He took samples from 13 locations, a few from the south of Antwerp, but also downstream, above Antwerp, towards the Netherlands. De concentraties voor Antwerpen, hè, dus bovenstrooms, die waren heel goed te meten. Want het komt allemaal eigenlijk al uit Frankrijk en Zuid-België. Maar als je dan kijkt wat er na Antwerpen in het water zit, in het Westerscheldewater, dan is het aanzienlijk meer. En je ziet ook een toename van de concentratie van PFAS gaande van onder Antwerpen naar boven Antwerpen. Dan moet daar een belangrijke speler zijn en Indever is een zeer potentiële kandidaat. After the wake-up call following the 3M affair, Flemish enforcers have also been looking at Indever because PFAS waste from 3M is also processed here. We see in the documents that enforcers find levels of PFAS in the discharge water that are far too high. That has been the case for years. For a number of these substances, they don't even have a permit.
Ze hebben vergunning voor het lozen van 7 PFAS. Ze lozen veel meer. Dat kun je in afvalwatermetingen zien. En nogmaals, de kroon wordt gespannen door PFBA. En daar lozen extreme hoeveelheden van. En die staan niet in hun vergunning. Illegaal dus? Illegaal dus, ja. Het verhaal van Indaver toont aan dat het PFAS-schandaal nog veel groter is. En dat is op dit moment niet in de bekendheid. Environmental lawyer Isabel Lamasseau has been going through all the documents with us during recent months. She is an expert on licensing and was one of the experts heard at the parliamentary hearing on 3M. 3M heeft niet als core business om bezig te zijn met afvalstoffen. Dus dan heb je inderdaad Indaver die zich naar voren schuift als zijnde, kijk, ik kom hier op het einde van de afvalketen, ik ben inderdaad de oplossing van uw probleem. En dan blijk je op die manier die verontreiniging gewoon door te schuiven naar milieucompartiment lucht, naar milieucompartiment water. En er wordt helemaal niks opgelost. Dat is eigenlijk nog veel kwalijker zelfs dan een 3M. Why has Indaver been discharging PFAS here for years without a permit? We ask the company's director of sales and marketing, Alain Konings. Ik denk dat de kennis die is opgebouwd naar de eigenschappen van die specifieke componenten waarnaar u verwijst, ja, die inzichten zijn maar pas van de laatste jaren naar boven gekomen. Want vroeger wist u niet dat dat een giftige persistente stof was? Wie wist het wel? U wist het niet? Daar zijn jullie toch voor om dat probleem juist op te lossen? En dat klopt. Hè? En daar brengt u zeer goed... Maar dan ben je toch ook heel goed op de hoogte van het probleem van zo'n stof? We moeten duidelijk het onderscheid maken tussen degene die die componenten produceren en degene die ze toepassen voor industriële applicaties. Dat is een heel ander verhaal dan het bedrijf waar we vandaag naar kijken, waar dat we de opdracht hebben om die componenten te gaan bewerken, verwerken, vernietigen. Ja, maar dit bedrijf is degene dat zegt, wij kunnen dat. Maar al die jaren heeft u die specifieke stof wel hier in het milieu gebracht. Toen wist u toch ook al dat dat een giftige, persistente stof was? Nee. Ik denk dat dat niet klopt. En nog eens, Europa is zich vandaag voldoende aan het wapenen om die toxicologische inzichten te gaan sprokkelen. Er is vandaag duidelijk nog geen eensgezindheid over. Nou, geen illusies. Ze zijn allemaal giftig. De ene een klein beetje meer dan de andere. We discover that in recent years, Indaver has discharged another PFAS substance for which they do not have a permit. It's Gen X. Curiously, that is the substance that is released during the production process at Chemours in Dordrecht. Zoals men zegt dat PFOS de vingerafdruk draagt van 3M, kan je denk ik ook zeggen dat Gen X de vingerafdruk draagt van Chemours Dordrecht. Dus ook daar valt niet te begrijpen dat Indaver daar zo onzorgvuldig mee is omgegaan, omdat iedereen wel wist ook dat Chemours was overgeschakeld ook op Gen X. Kijk, wij produceren afval als Nederland. We verschepen naar het buitenland. Vervolgens schuiven we dus het probleem. Het is een probleem dat je niet makkelijk om kunt lossen, want dit zijn forever chemicals. Ze breken slecht af, ze zijn best lastig uit afvalstromen te halen. Maar wij lijken er vanaf te zijn door naar het buitenland te verschepen. Dat doen we bijvoorbeeld ook met e-waste en een deel van het plastic en noem maar op. Maar in dit geval hebben we het als land niet zo heel goed aangepakt, want we hebben het slecht naar België gebracht. En via de achterdeur komt het nu ons land dan toch weer binnen. After the upheaval with regard to the findings concerning the discharges from 3M, Indaver had to apply for an extension of their permit. When we read that application, what has gone into the water in recent years becomes even more apparent. En dan zien we nu in de meest recente bijstelling van lozingsnamen die gevraagd wordt, zijn er plots 17 PFAS-verbindingen die genoemd worden. En dus plots heeft men ontdekt dan dat er niet alleen PFAS was, maar dat er ook nog andere PFAS-verbindingen zijn en dat men daar een lozingsnaam moet voor aanvragen. Eind vorig jaar hebben we vastgesteld dat we voor een aantal van die componenten, op basis van die bijkomende inzichten naar het ecotoxicologisch effect, dat het wenselijk was om die te laten bijstellen. Maar dat wisten jullie toch zelf wel? Dat daar mogelijk iets mee aan de hand was met die andere stoffen. Mijn vraag is, waarom heeft u pas zo laat een vergunning aangevraagd voor al die componenten? Het is niet te laat, omdat het binnen het tijdskader kon. Er was ook geen noodzaak vanuit ons perspectief om het anders aan te pakken.
Dat is merkwaardig. Als je een bedrijf hebt die het afval moet verwerken, ja, dan moet je niet gaan vragen om een lozingsvergunning. Dat is tegenstrijdig. Want wat gebeurt er dan? Nou ja, dan komt het toch weer in het water terecht. Nou, zal een groot deel dan worden afgehandeld. Maar hier moet je zero tolerance beleid op hebben op dit soort stoffen. Het moet gewoon niet in het milieu komen. The Dutch government agrees, sources tell us. Officially, the authorities are not releasing any information about this. But just how serious the Netherlands considers the situation regarding Indeweer becomes clear when we receive a confidential letter that the Ministry of Infrastructure and Water Management has sent to the Flemish government. Dat advies van Rijkswaterstaat kleeft aan de ribben. Het kleeft aan de ribben omdat je er ook alle regelgeving in vermeld ziet die van toepassing is en die overtreden wordt. It concludes that the PFAS pollution caused by Indeweer is leading to a prohibited deterioration of the water quality of the Western Scheldt, and that this jeopardizes the European obligation for this water to meet the standard before the end of 2027. The Netherlands finds it unacceptable that Indeweer wants to continue to discharge more than 1,000 kilograms of PFAS per year. Het feit dat die verontreiniging helemaal terechtkomt stroomafwaarts bij Nederland, waardoor Nederland in de onmogelijkheid wordt geplaatst om zelf te voldoen aan de verplichtingen van die kaderrichtlijn water, maar dan ook de habitatrichtlijn, omdat ook net over de grens er Europees beschermde natuur is, ook de Westerschelde, ja, Natura 2000 gebied. Dus ook voor de habitatrichtlijn komt Nederland in de onmogelijkheid om te voldoen aan de doelstelling van de Europese regelgeving door Vlaanderen. Sources tell us that the ministry spent hundreds of hours on the advice. They calculated that an adjustment of the permit would lead to an unacceptably poor water quality in the Western Scheldt, and that concentrations of PFAS in fish would continue to deteriorate as a result. In de verre heeft steeds gezegd, wij zijn de oplossing, wij zijn niet het probleem. Vindt u dat nog steeds zo? Dat vinden wij nog steeds zo, omdat de destructie-efficiëntie die we halen met activiteiten waar we vandaag voor staan, van dat niveau zijn, dat wij inderdaad kunnen spreken over een aanzienlijke reductie van die PFAS-zuilende stromen. In Aver kan dan beweren dat ze de oplossing zijn, maar dat zijn ze niet. Je ziet gewoon heel duidelijk dat zij enorme hoeveelheden PFAS lozen. Dat kun je in afvalwatermeting kun je dat zien. Indirect kun je dat zien in de concentratie in de Westerschelde. Als je zelf dan de oplossing noemt, ja, dan heb je of een... Een plank voor je kop of je kunt heel goed liggen. Het is aan de Universiteit van Utrecht om die woorden in de mond te nemen en daar gaan we geen commentaar op geven. We zijn hier nu toegekomen aan een van de drie draaitrommelovens. Dat is de eigenlijke oven waar dat het gebeurt. Ja, hier zijn we dan eigenlijk in het kloppend hart van die installatie, de controlekamer. Daar zie je in de verbrenningsinstallatie zelf, je ziet de Vlammenzee. We zien een van de schouwen van de drie verbrenningsinstallaties hier op de site Antwerpen. Dag in dag uit stoot dat hier uit die drie pijpen. Inderdaad, de drie installaties die zijn 24 uur, 7 dagen op 7 in werking. PFAS is not only discharged here via the wastewater, but also via the three industrial chimneys. We discover that it has been unclear for years now just how much PFAS is released into the air every day here. Dat is het grote zwarte gat als je naar Indeweer kijkt, zeker rond PFAS. We weten van een aantal PFAS dat ze uit de lozingspijp komen, maar wat dat er uit de schouw komt, dat is één groot vraagteken. Dat weten we niet. Dat weet niemand. Dat staat ook niet in de vergunning, dus dat geeft de controlerende instanties ook geen kader om het te controleren. Dus dat gebeurt gewoon. We weten niet wat er hier uit de schouw komt. En Nederland ligt daar, denk ik? Ja, Nederland ligt in het noorden, dus ja. die kant op. En als je kijkt wat de meest voorkomende windrichting is, dan gaat die lucht gezellig richting Nederland. The Flemish government has only recently been conducting research into emissions together with Indeweer. However, that is only aimed at developing an effective measurement method. En waarom is dat al die jaren hiervoor niet gebeurd? Waarom was dat niet gewoon een standaard procedure eer om te weten en te kijken wat komt er uit onze schouw? Maar het was een vraag die op dat moment niet relevant was. Niet voor ons, niet voor de omgeving, niet voor de politiek. En waarom was die voor u niet relevant? Ja, omdat met de toxicologische kennis waar we vandaag over beschikten,
het ook niet relevant was. Terwijl het basisgegeven wordt daar miskend dat als je helemaal geen vergunning hebt om te emitteren in de lucht, los van de vraag of er nu meetmethodes zijn of niet, maar als je geen vergunning aanvraagt en je krijgt geen vergunning verleend voor emissies via de lucht, dan mag je ook niet emitteren in de lucht. En tot op vandaag blijft men daarover doen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. En dan stellen wij ons eigenlijk gewoon vragen bij het voorzorgsprincipe, waarbij dat heel de chemie eigenlijk op terugvalt en zeggen als we het niet weten, dan doen we het niet of dan zijn we eerder terughoudend en dan stoppen we ermee. Then something remarkable happened shortly before this broadcast. The Flemish minister is imposing a new, far stricter discharge standard on Indofair. From now on, 1 liter of wastewater may contain only 0.1 micrograms of PFAS. Maar Nederland blijft daar die realiteitszin hebben, die juridische realiteitszin van kijk, dat mag dan misschien wel laag ogen, maar dat is nog altijd veel te hoog voor de Europese kaderrichtlijn water. Alles wat hier in het water komt is eigenlijk gewoon nog te veel. Het bad zit vol, er zit te veel PFAS in dat water en er is eigenlijk gewoon geen ruimte meer om meer te lozen. En dat is eigenlijk het enige dat telt. Vandaar ook die pertinente vraag vanuit Nederland en het feit dat Nederland dat niet kan begrijpen, dat Vlaanderen niet op die manier kijkt naar een lozing op het moment dat er vergunningen moeten verleend worden. The Flemish minister comes up with the new standard shortly after the Dutch ministry once again wrote an angry letter. And after official consultations concerning Indofair took place with the Flemish government. The Netherlands now also highlights the social unrest caused by the high PFAS concentrations in the Western Scheldt. Nederland na het stikstoftrauma. Dus is zich heel goed bewust nu van het komende watertrauma. En een vergunningenstop die er kan en zal gaan komen. Omdat wij niet in staat zullen zijn om die deadline te halen van de Europese kaderrichtlijn water. Die is al binnen iets meer dan 5 jaar op 22 december 2027. Dus Nederland is nu al voorzorgen aan het nemen. Indofair says it will respect the new standard imposed by the Flemish minister. Als we samen overtuigd zijn dat dit vandaag het antwoord moet zijn om het milieu te vrijwaren van die componenten, dan is het heel duidelijk voor Indofair, dan pakken wij de beslissing, dan zullen wij die technologie implementeren en ervoor zorgen dat we die lozingsvoorwaarden niet alleen vandaag, maar ook morgen te volle respecteren. But after our interview, the reality turns out to be quite different when we see court documents showing that Indofair has meanwhile appealed against the decision of the Flemish minister. Indofair considers the deadlines unrealistic. The company says it is impossible to meet the new conditions. Zij zeggen ja, wij moeten een PFAS-meettoestel aankopen en dat gaat €365.000 kosten. Dus dat is een financieel nadeel, dat is te veel. Ze maken miljoenen winst. In 2020 hebben ze nog 20 miljoen winst gemaakt met deze bedrijf. Dus geld is niet het probleem. De vraag is eerder, wil het geld eraan geven en gebruikt het als een drogreden om niet te handelen naar milieu en naar de mensen die bij u in de buurt wonen. Indofair states to the court that they will be fined and even imprisoned if the new standard is enforced. Waarbij dat ze eigenlijk heel fars zeggen, jullie met de strengere normering, je mag doen wat je wilt, maar wij halen heel de trucendoos boven om te vertragen en om zeker niet te doen wat we moeten doen eigenlijk. They state that they can only meet the new criteria if they completely or partially shut down their activities. En wellicht is dat een doemscenario dat Vlaanderen niet wil, dat mogelijk een deel van Europa ook niet wil, omdat die afvalstromen allemaal terechtkomen bij Indofair. Indofair warns that this could cause considerable damage to the companies that rely on them to process their waste, considering the important social role that the company has. We willen met z'n allen van die PFAS af. We zien dat er extreem veel geloosd wordt. Dat willen we niet. Dat is giftig. Slecht voor ons, slecht voor de zeeuwen, slecht voor de vissen. En dan kun je wel zeggen, ja, we kunnen daar nog niet aan voldoen. Ja, dan moet het bedrijf stoppen. Maar dan hebben we een ander probleem. Dan hebben we een hoeveelheid PFAS-houdend materiaal dat gaat opstapelen. Maar in feite doet dat nu ook, maar dan in het milieu. The new standard that Indofair must now meet came into effect shortly before this broadcast. When we ask the responsible authority whether this already has been enforced, they admit that, so far, that is not the case.